200 jaar geleden werd Eduard Douwes Dikker, oftewel Multatuli, geboren. Schrijver Arno Grunberg bracht een eerbetoon aan de schrijver en acteur Tom Hofman kroop in zijn huid. Koning Willem-Alexander onthulde vanmiddag een gedenksteen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Multatuli, ik heb veel geleden, betekent het, is het pseudoniem van Eduard Douwes Dekker. Hij schreef veel, maar is vooral bekend van de Max Havelaar. Eén grote aanklacht tegen het machtsmisbruik van de Nederlanders in Nederlands-Indië. En de koning die brengt volgende maand een staatsbezoek aan Indonesië. Volgens Multatuli het prachtig rijk van Insulinde dat zich daar slingert om de evenaar als een gordel van smaragd. Ton Hofman, daar stond je vanmiddag te spelen voor de koning. Ja. Was dat mooi? Nou, dat kan ik moeilijk zelf zeggen. Vond hij het mooi? Moet je aan hem vragen. Ja. Maar ik hou heel erg van Multatuli, al heel lang. En ja. Zijn taal is ongeëvenaard, maar ook sterk vergeten. En een van de dingen die ik leuk vind in mijn gekke leventje is om heel erg reclame te maken voor Multatuli. Oh, ja. Ten eerste zijn inzicht in de maatschappij van Nederlands-Indië was destijds bijzonder scherp, scherper dan bijna wie dan ook. Mm-hmm. Hij durfde dingen ook te vertellen die andere mensen toch een beetje voorzichtig voor zichzelf hielden, want die maatschappij moest intact blijven zoals hij was. Maar daarbij had hij een schrijverstalent werkelijk ongelooflijk, terwijl hij zichzelf niet eens als schrijver beschouwde. Hij was echt een ambtenaar die de zaak wilde veranderen en misschien rehabilitatie voor zichzelf. Maar zijn boek geeft een soort röntgenapparaat van die tijd waarmee je naar de 19e eeuw kan kijken. Ja, kolonialisme kijken. Ik heb er even bij gepakt. Want jij zegt gewoon, dit is het belangrijkste boek uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja, dat is niet alleen Tom Hofman die dat zegt. Ja, is dat zo, meneer Grunberg? Ja, maar dat is toch wel het belangrijkste. Ik zou zeggen, het is zonde als dit boek is misschien maar 5% of 4% van alles wat Multatuli heeft geschreven. En hij zou nooit zo beroemd zijn geworden als hij alleen maar Max Havelaar had geschreven. Ja. Het is eigenlijk ook wel een beetje treurig. En ik hoop dat er verandering in komt dat alleen nog dit boek nu in druk is. Dus dat de rest kan je wel online lezen, maar je kan het niet in de boekhandel kopen. Want dat is heel mooi, dat verdient het ook om gelezen te worden. Zeker, zeker. Ik bedoel, dat citeerde ik ook vandaag in mijn reden. Karel van Dreven, die zei bij het 75-jarig bestaan van het Multatuli Genootschap, die ook deze bijeenkomst Nieuwe Kerk mede georganiseerd heeft, dat Multatuli geniaal was. Een groot schrijver, dat was boven twijfel verheven. Mm. Maar ook dat hij heel veel middelmatige alinea's heeft geschreven. Dat is ook waar. Ja. En ook gezien de vorm van zijn werk, omdat hij eigenlijk heel weinig romans heeft geschreven. Het is zelfs twijfelachtig of Max Havelaar een roman is. Maar wel enorm veel ideeën, genummerde ideeën. Dat gaat maar door. Mm. Is dat, denk ik, voor de lezer is het moeilijk toegankelijk. Dus zou je, wat ook al eerder gebeurd is, Gerrit Kommer heeft dat gedaan, een selectie moeten maken uit die ideeën en daar het beste uit kiezen. Bijvoorbeeld Woutertje Pietersen, wat jullie ongetwijfeld kennen, is eigenlijk geen losstaand boek, maar zijn losse stukken uit die ideeën die later dan door een bezorger samen zijn gevoegd en daar is dan weer een boek van gemaakt. En jij hield vandaag een reden. Ja. Jij schrijft daarin ook en jij zegt daarin, je zei het net al, Multatuli vond zichzelf geen schrijver. Jij schrijft dan, een schrijver is koket, een schrijver is een hoer. Dat is wat Multatuli heeft gezegd. Ja, dat heeft Multatuli zelf dat zegt gezegd. En heeft ook tegen de beroepsschrijver. Hij heeft een hele ambivalente houding. Niet alleen tegenover het Koningshuis, tegenover de Nederlands-Indië. Tegenover heel veel zaken. Daarom was het inderdaad toch wel pikant of ironisch dat de koning daar was. Ja. Maar zeker ook tegenover het schrijverschap. Hij is daar zeer ambivalent tegenover. En hij vindt dat een beroepsschrijver eigenlijk al heel snel, voor hem is de waarheid cruciaal. En hij verwijt de beroepsschrijver dat hij de waarheid eigenlijk opsiert en daardoor minacht en maar geen recht doet. Maar is dit dan eigenlijk geen... hij vindt dit geen roman? Het was mij niet te doen om mooi te schrijven. Ik wilde zo schrijven dat het gehoord werd. Ja. Dat is zijn boodschap, zijn visie op de politiek in die tijd. Waar ik overigens ook nog graag aan toevoeg, dat het niet over de Nederlandse 19e eeuw gaat, maar over nu. Want alles wat hij schrijft over die tijd is rechtstreeks toepasbaar op hoe de wereld nu nog ongelijk verdeeld is. Ja. De landen tegenover elkaar staan. Het gebrek aan openheid. Pers inderdaad die niet functioneert. Dat boek is, zoals je ziet, onder pseudoniem gepubliceerd omdat hij anders in de problemen zou geraken. Dat geldt voor heel veel auteurs in de 19e eeuw die echt met belangrijke uitspraken kwamen. En zijn kijk is heel scherp. En veel scherper dan anderen in hoe hij bijna als een chirurg die machtsverhoudingen tussen Nederland
de adel in Indonesië destijds, Nederlands-Indië, en het arme volk en wat daartussen zit, hoe die dat uittekent, dat is bijzonder scherp, omdat het zo functioneert. De roofstaat een paar keer. Hij is wel heel expliciet inderdaad ook de schandalige rol. Hij roept ook de koning aan om er een eind aan te maken. Aan die onderdrukking van de Javaan. Maar ik denk niet dat hij, als hij alleen maar een activist was geweest, hadden wij hier nu niet over hem gepraat. Nee. En dat zeg je meer ook dan dat. Maar jullie zeggen net, het is pikant dat de koning er was. Fons Rademakers heeft de Max Havelaar verfilmd, midden jaren 70. Peter Faber speelde toen Max Havelaar. Kijk even mee. Daarbuiten worden 30 miljoen inlanders mishandeld, gekneveld, uitgezogen en vermoord. En dat gebeurt in uw naam! In uw naam! In uw naam! Ja, mooi. Peter Faber in topvorm. Nou ja, dat is ook eigenlijk letterlijk de tekst van Multatuli. In uw naam. Nou ja, ook dat wat daarvoor wordt gezegd. Dus je merkt ook dat het natuurlijk ook inderdaad, wat jij ook terecht zei, de stijl is ongelooflijk belangrijk. Hij zegt trouwens ook nog over het Huis van Oranje. Zegt hij ook nog een dom en wurmstekig Huis van dat Oranje. Dat zegt hij in een brief. Dat, ja. Dat is maar hij zegt niet alleen 30 miljoenen onderdanen. En niet in dat miljoenen zit precies waarom zijn taal zo bijzonder is en waarom we dit nog steeds herinneren, deze regel. Dus hij weet daar een vorm aan te geven met zijn letterkeuze, zijn woordkeuze. Dit is onafvolgbaar. Het is moeilijk om dat nu even op te lepelen. Maar zijn taalgevoeligheid. Die koppelt hij aan een hele interessante, scherpe visie. Tom, jij maakt graag reclame voor Multatuli. Ja. En we hebben jou gevraagd om een stukje voor te lezen. Ja, het is onmogelijk. Vanmiddag heb ik 15 minuten gedaan. Maar dit is even een klein stukje uit Saidia. Wat gaan we horen? Saidia en Adinda is het beroemde verhaal waarin hij in het klein vertelt aan de hand van twee jonge kinderen die opgroeien in armoede, wat er eigenlijk het grote probleem is. Het macro-probleem van die politieke situatie. En Saidia, nou, zal ik maar beginnen, maar het begint heel poëtisch. Ja. Maar we komen er helaas niet toe, aan het sombere einde. Saidia's vader had een buffel, waarmede hij zijn veld bewerkte. Toen deze buffel hem was afgenomen door de districtshoofd van Parangkudjang, was hij zeer bedroefd en sprak geen woord, vele dagen lang. Want de tijd van ploegen was nabij. En het was te vrezen, als men de sawa niet tijdig bewerkte, dat ook de tijd van zaaien zou voorbijgaan. En eindelijk dat er geen paddy zou te snijden zijn om die te bergen in de loemboem van het huis. Saidja's vader nu was zeer bekommerd. Hij vreesde dat zijn vrouw behoefte zou hebben aan rijst. En ook Saidja, die nog een kind was. En de broertjes en zusjes van Saidja. En het loopt heel slecht af, kan ik je vertellen. Is dit de hertaling? Dit lijkt me origineel. Ja. Als je kijkt naar de geschiedenis. Ja, zijn jullie puristen op dat gebied? Nou, ik zeg niet dat je niet mag hertalen, maar het is zonde om op een avond als deze. Ja. Om niet de originele tekst te doen, alsof we dat niet meer kunnen verstaan, is denk ik ook doen we onszelf onrecht. Ik denk dat mensen. Kijk, zit natuurlijk voor de woorden die echt typisch Indisch zijn, zitten ook in de Max Havelaar gewoon een verklarende woordenlijst. Ja. Maar ik denk dat je zeker dat je hem heel goed kan lezen, dat je even moet wennen aan de manier waarop hij de ei spelt. Maar dat het helemaal, ook in vergelijking met andere 19e-eeuwse schrijvers, dat hij toch behoorlijk toegankelijk is. Dus je hebt een tip. En die tip is hardop lezen. Je moet pakken en dus echt voorlezen aan jezelf. En dan raak je gewend aan die gekke klank en SCH ook, waar wij een S schrijven. Doe je dat wel eens thuis, Tom? Ik zit de hele dag bij de magazine. Nee, maar dan is het net een harmonica die je opentrekt en opeens na 2-3 pagina's denk je, hey, wat een heel gewoon boek. En dan denk je, het is een schitterend boek. En dan laat het je de rest van je leven nooit meer los. Ik lees ook, ik denk dat je zijn humor ook even moet noemen. Ik vond ook al een figuur als droogstop. Ja. Ook de vorm van Max Havelaar is heel eigenlijk ingenieus. Ik kan ook zeggen dat het op een bepaalde manier vormloos is. Dat hij eigenlijk zo buiten de orde is wat hij geschreven heeft. Zo origineel is qua gebrek aan structuur, qua eigenzinnigheid. Dat een van de redenen is dat we hem nog steeds lezen. Maar hij heeft ook ongelooflijk veel humor. En dat hij een droogstop in dat boek in Max Havelaar introduceert, die eigenlijk commentaar geeft al op wat daar geschreven wordt, wat daar gebeurt, met zoveel venijn.
En toch ook met zoveel liefde geschreven. Dat is echt ontzettend knap. En die humor is het ook in de rest van zijn werk. Heel vaak in zijn ideeën, in zijn brieven. Maar ik wil wel even van je horen, Arnon, dat ik lees dit. Lees de hertaling. Mijn vader, mijn vader zei, lees dat nou. En ik heb dat nog nooit gelezen, dus ik ben hier aan begonnen. En ik vind het prachtig. Ik ben ook geen snop op dat gebied. Tuurlijk. Maar dat zou ik ook zeggen, je mag Dostojevski niet in Nederlands lezen of niet in Duits. Dat is natuurlijk onzin. Als we hier over Milton Tully hebben, is het wel mooi dat Tom inderdaad niet uit de hertaling leest. Origineel. Maar ik vind het natuurlijk prima. Iedereen wat ik leuk vond, Arnon, jij hebt een lofrede gehouden vandaag. Ja. Die verschijnt morgen in de krant. Ja. En jij schreef ook, jij omschrijft hem als man eigenlijk, Milton Tully. Een beetje mysterieuze man, een beetje tegenstrijdige man. Zeker. Niet bepaald een eendimensionale wereldverbeteraar. Nee. Iemand die, best wel een redelijk losbandig seksleven had soms. Zoals heel veel mensen. Hij hield van collega's in die tijd, hoor. Hij is natuurlijk de beroemdste. Zoals mensen nog steeds. Dat absoluut. Nee, dat heb je een hele goede correctie. Zoals mensen losbandig zijn, dat is voor alle tijden. Maar ik was eigenlijk verrast om dat te horen. Ja, ik denk omdat we ten onrechte toch van hem een soort heilig hebben gemaakt. Ja. En dat doet hem echt onrecht. Ja. Ik denk dat op het moment dat je van hem een heilig gemaakt, heb je ook minder zin hem te lezen. Ja. Want heiligen zijn vaak niet de beste schrijvers. Ik wil nog wel een stukje horen, Milton Tully. Ja, jij hebt ook een passage geselecteerd. Dit komt uit een stukje uit Minnebrieven, wat een van mijn favoriete teksten van Milton Tully is. Koopt, gij die spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot betaling de bestolene bedwelmt met opium, evangelie en jenever. Koopt en betaalt gij alle. Ik heb genoeg geleden om den toon te uiten die ge zo gaarne hoort. Gij hebt me genoeg belogen, gelasterd en gemarteld om wat terug te eisen voor uw gemartel, voor uw lasten en voor uw leugens. En als ge dan tevreden zijt met de toonhoogte van den gril, die ge me trapt uit de borst, zeg dan als gisteren, als eergisteren, als vroeger. Wat schrijft die man aardig? Vriendje, ik geef u zoveel voor het vel, zoveel voor het liedje. Zing nog wat, schrijf nog wat, praat nog wat. Publiek, ik veracht u met grote innigheid. Mooi, ja, mooi. Mooi, hè? Ja, Jutta Leerdam, zit je daarvan te genieten? Ja, echt heel erg. Sorry. niet gelezen, Mark Havelaar? Nee, sorry. Ik ben alleen maar aan het studeren en sporten en alles. Ja, ja. Was verplicht volgens mij, hè? Nederlands vroeger. Dus in ja. Goed, dank jullie wel. De gedenksteen van Milton Tully die is vanaf 12 maart te zien voor het publiek. Dankjewel allemaal. Dit was Opeen voor vanavond. Dank iedereen. Morgen zitten hier Giovanka en Thijs. Tot dan, tot morgen. Op 1 is elke dag anders. Het is gewoon echt wat je ziet. Wilt u een uitzending bijwonen? Ga naar op1npo.nl en u bent erbij. Het is zoals een toetje is, gewoon heerlijk.